Wil jij er net zo vrolijk uitzien als deze dame? Dan ben je hier op de Mambo Boulevard aan het juiste adres. Want hier komt alles samen. Winkels, restaurants, barretjes, het prachtig strand en natuurlijk de happy hours. Zullen we maar meteen naar de kledingwinkels gaan? Fun idee. Leuk, vind jij ook leuk? Kom, vind jij leuk? Naast dat je hier een fantastisch uitzicht hebt op, vind ik, een van de mooiste stranden van Curaçao, kan je op de boulevard ook onwijs lekker eten. De sushi, de Mexicaan en de Italiaan. Yes! En voor onze mannelijke kijkers, genoeg chickies op de boulevard. En voor een lekker bakje koffie hebben we hier de Starbucks. En deze Starbucks staat, geloof ik, op de 11e plek in de wereld van mooiste locaties qua Starbucks. Achtig iets. En kijk maar even wat een mooi uitzicht je hebt. En wat ik nog meer leuk vind aan deze Starbucks is het volgende. Nou. Dat is leuk, hè? En ook voor de kinderen heb je hier ontzettend veel leuke dingen. Toet, toet. Ik voel me nu net Beatrix. Hallo, hallo. Ja, dit wil je niet. Dit is van dat... Ja. Ik denk, ik pas hier niet eens tussen. Nee, sorry, dit kan niet met deze outfit. Ik pas er niet. Leuk, voor de kinderen. Afsprong. En dan komen we nu bij mijn echt favoriete gedeelte en dat is het strand. Op de Mambo Beach Boulevard heb je dus een ruime keuze ook aan beachclubs. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor chillen in de hangmat of voor een iets luxer gedeelte, meer die kant op. En dan natuurlijk mijn favoriete plekje. Hier werk ik bij de Madero Ocean Club en dit is een heel bijzonder plekje omdat dit een heel mooi strand is. Staat in de top 3 van stranden op Curaçao. Maar ook als enige op de boulevard een hele mooie pool heeft. En tussen de bedrijven door moet natuurlijk ook gewoon geshopt worden. Ik snap dat als geen ander. Ik ga even stiekem binnenkijken. Ja, ik wil dus alles hebben. Echt alles. Dus misschien is het gewoon beter als we hier weer weggaan. Of zullen we nog even wachten? Wacht. Kijk. Om de look even af te maken, Jeroen. Wat? Oh, ik word hier zo vrolijk van. En natuurlijk mogen we het mooiste radiostation van de hele wereld niet vergeten. Dolfijn FM. De studio zit hier achter mij. En de radio DJ's hebben hier natuurlijk een fenomenaal uitzicht op de beach. En ik wil natuurlijk helemaal niet opscheppen. Jeroen, hallo. Ik wil natuurlijk helemaal niet opscheppen. Maar luister jij al iedere maandagavond van 7 tot 9 naar Dolfijn FM. Want dan ben ik samen met mijn collega Anna op de radio met ons eigen vrouwenprogramma. En kijk, kijk, kijk. We hebben grote sterren in de studio, hoor. Dat is de enige die ik aan huis. Nou, alsjeblieft. Nou, dankjewel. Proost. Is die mooi geworden? Ja. Is die ook lekker? Vast zeker. Nou, het is denk ik nu ongeveer 1:15 'smiddags. Het is op Curaçao nog geen happy hour, maar ergens ter wereld vast. Dus ik ga deze gewoon lekker opdrinken en genieten. Cheers. The good life.